Ik praat met Christianses over het vertrek van Bart Somers. Vlaams Belang is niet mals voor hem. Somers laat een puinhoop achter en volgens Vlaams Belang denkt hij alleen aan zijn eigen carrière. Eens horen wat Christianses daar nog aan toe te voegen heeft. Welkom eh Christianses fractieleider van Vlaams Belang. Ja, wij hebben nu het vertrek gezien van Bart Somers en de komst van Gwendolyn Rutte. Ik ga beginnen met de vraag die u zelf aan de regeringsleider Jan Jan Bon heeft gesteld kan u nog volgen. <laughs> ik denk dat heel veel mensen thuis uh, zeker niet meer kunnen volgen omdat het ook echt wel een schaamtoos politiek theater is. Somers die zegt: "Ik stop als minister want ik wil burgemeester worden." En Rutte die dan zegt: "Ja, ik stop als burgemeester want ik wil minister worden." Zo gezegd uit liefde voor de stad of uit liefde voor Vlaanderen, maar uiteindelijk aan het eind van de rit denk ik vooral uit liefde voor zichzelf, want die carrière drang dat posjes pakken dat lijkt nog de enige politieke drijfveer te zijn binnen Open VLD. Niet het belang van de Vlamingen, niet de problemen oplossen in Vlaanderen, maar het eigen belang, het partijbelang en vooral de eigen bankrekening. Ja. En als men natuurlijk zegt uit liefde voor, maar men laat dat liefde dan zo lang in de steek. Dan zou het wel eens kunnen dat, dat Lief zegt, eh, dank u wel, de volgende keer. Ja, ik heb nu al begrepen dat dat blijkbaar ingegeven is, heel die manoeuvres, door een aantal peilingen hè, die aangeven dat bij lokale verkiezingen die volgend jaar na de parlementsverkiezingen vallen, ja, dat daar bijvoorbeeld in Mechelen, maar ook in Kortrijk, bij Vincent van Quickenborne, dat die, die peilingen dermate slecht waren. Die inderdaad ja. ook ontslag heeft genomen, omdat hij voelde dat ook de kiezer in zijn eigen stad hem in de steek ging laten en die nu alles op alles gaan zetten om nog die laatste postjes, die laatste machtsbastion die ze nog gaan kunnen hebben, want waarschijnlijk gaan ze nationaal dicht bij de kiesdrempel eindigen. Dat is althans de vrees binnen de eigen partij. En dus gaan ze zich allemaal terugplooien op hun eigen stad om daar nog burgemeester te kunnen zijn. Het is echt heel triest, want ja. politiek is wat mij betreft echt wel ja. iets heel anders dan alleen maar over onszelf praten en over onze eigen posjes. Het moet echt wel over het belang van de Vlamingen en Vlaanderen gaan. Ja, u gebruikt natuurlijk zware woorden. Het lijkt wel alsof u ervan geniet van ja die... Moeten we het noemen de zelfvernietigingsdrang bij een aantal liberalen op dit moment? Goh, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk nogal een rationeel mens. Maar toen ik gisteravond hoorde dat Gwendoline Rutte terug minister euh, ging worden, toen werd ik Echt waar, fysiek onwel. Ik kon het even niet verdragen, heel die gang van zaken van twee weken geleden zeggen. Ik stop met de politiek, ik heb het gehad, de manier waarop ik respectloos behandeld word door mijn eigen partij. Dit is gedaan. En plots zegt men hier, je mag terug minister worden. Maandelijks wordt er een stevige zak belastinggeld aan uw deur gezet. En oké, okay, plots is er dan blijkbaar ja. weer respect vanuit laten, de eigen partij. Zelfrespect is okay. er in elk geval niet meer bij Gwendoline Rutte. Dat mm -hmm. heeft ze opgegeven op het moment dat ze de eet aflegde. Laten we het misschien ook eens Positief bekijken. Misschien zou het kunnen dat men de boodschap op de top van de Open VLD begrepen heeft: dat gebrek aan respect. En men nu wel respect betoont voor toch wel de enverguren van iemand als Wendolin Rutte. We kunnen haar nu toch moeilijk een, een tweederangspolitica noemen, hè? Well, je kan, kan even goed zeggen dat blijkbaar dreigen binnen de partij met ontslag voor iedereen de voorbode kan zijn om later minister te worden. Ja, dit is een gang van zaken die echt niet om aan te zien is. Mm -hmm. Dit is een partij die echt kapot geregeerd is 24 jaar aan de macht. We zitten in onze samenleving opgestapeld met heel wat problemen die waaraan uh, Open VLD mede ten grondslag ligt hè, op het federale niveau. Dat uh, die begroting die een absolute puin. Is, maar ook de asielcrisis op het Vlaams niveau, onderwijs, inburgering die maar niet, uh, die mank loopt en dergelijke meer. Die partij is kapot geregeerd en je ziet nu dat ze zich aan strohalmen vastklampen voor de eigen carrière nog te rijden. Maar ja. dat heeft niks meer te maken met wat politiek zou moeten zijn, met name het vertegenwoordigen van de belangen ja. van onze nu, mensen. U zegt het zelf, uh, ja, inburgeringspolitiek, maar dat heeft Bart Somers volgens vriend en vijand toch wel op een goede, fatsoenlijke manier proberen te doen. Wel, het heeft mij altijd verbaasd dat aan het begin van de legislatuur nva ermee akkoord is gegaan om Bart Somers minister van Inburgering te maken. Want Jan Bon zei bij zijn eerste septemberverklaring we hebben het signaal van de kiezer begrepen. Het signaal van de kiezer dat toen in 2019 was een verdriedubbeling van de score van het Vlaams Belang. Dus naar nou, die rechtse, die Vlaams belang kiezer, moeten wij gaan luisteren. Ja, maar men heeft dat men dan toch in een zekere zin gedaan? Men is toch strenger beginnen optreden, zeker op Vlaams niveau. Ik laat het federale er even buiten. Men is toch naar die... Inburgeringscursus, verplichte talen, noem maar op. Dat schoof toch een heel deel op in de richting van wat u zelf zou winnen. Ja, twee dingen. Als je natuurlijk een strenger inburgeringsbeleid wilt, dan moet je niet de links-liberale Bart Somers minister van inburgering maken. En vervolgens heeft men een aantal kleine stapjes in de goede richting gezet. Hè. Inburgeringscursussen die betalend moesten worden, ja. waar het Vlaams Belang al lang voor pleitte. Weliswaar 10% van de kostprijs is voor rekening van de inburgeraar, 90% is ja. nog altijd voor de Vlaamse ja. belastingbetaler. Maar hoe kan in uw richting. Een aantal decreten, hè, bijvoorbeeld over moskeeën. Mm. Men wilde geen buitenlandse invloed meer in moskeeën. Wel, we ging dan een aantal decreten daarvoor lanceren. Ja, die zijn op dit moment geschorst door het Grondwettelijk Hof. En in de plaats van dat Bart Somers dan zijn werk rechtzet, ervoor zorgt dat die decreten wel tot een rechtsgeldig einde kunnen komen, ja, bolt hij het gewoon af. Ja, dus hij dan laat, dan laat alles natuurlijk in de steek. Met, met de en kiest beeren, voor, ja. voor zijn geld. Um, het viel mij ook op in, in de vragen die werden gesteld. U, u was zeer scherp. In uw analyse ook Jos Daze, een van uw tegenpolen van P van ja, de A, noemde het zelfs een masterclass in postenpakkerij. Uh, antipolitiek waar u en hij vaak van beticht wordt, zegt hij nee, het zit nu midden in, in, in de, bij de gebuisde politici, noemt hij. Ze. Wel, als je de reacties op sociale media van de voorbije weken een beetje volgt, ja, dan voel je dat seconde na seconde het geloof in de politiek verdwijnt. Mm -hmm. En heel de politieke klasse, inclusief wij zelf, hoe, hoe ze, hoe, hoezeer wij hier ook geen schuld aan hebben, mm -hmm. wordt daardoor betrokken. Dus ik betreur dat ten zeerste ja, maar dat maar heel hoe, de stil eigenlijk door het slijk juist, gehaald maar wordt. Maar hoe meer u ook die, die woorden gebruikt van hé, zakken geld en postenpakkers enzovoort, ja, dat straalt Eigenlijk ook op, op u af, dat negatieve? Wel, ik zou graag hebben dat ministers in de Vlaamse regering beleid voeren. Mm. Dat zij luisteren naar de kiezer en dat zij de kiezer ook het beleid geven waarvoor gestemd wordt. Maar dat betekent wel dat je met inhoudelijke zaken bezig bent. Dat betekent dat je als minister ervoor zorgt dat je de rit uitdoet, dat je je mandaat ernstig neemt. Ik vind een, een ministerambt een zeer eervol beroep maar, beroep, maar die eer wordt er volledig uitgehaald door de manier waarop ja. de Open VLD ja. hiermee omgaat. Uiteraard hebt u het geluk van zo lang in de oppositie te zitten en nog nooit een beleidspartij te hoeven te zijn. Dan hoeft u zich van die problemen al niet te veel uh, ik aan te trekken. Kan moeilijk, ik kan niet schuldig veel worden voor nee. iets waar ik zelf uh, geen keuze mee heb. Wat zegt dat nu over de ploeg jan, jan Bon? Hè? Want we weten het ook allemaal: het is niet uh, de eerste minister die opstapt, het is uh, na Beken de tweede al die het pand verlaat. Uh, hoe sterk, hoe zwak komt Jan-Jan Bon eruit volgens u? Wel, ik denk dat het nooit een ploeg geweest is. Het is een verzameling van een aantal individuen. En je ziet dat in heel veel zaken waar controverse was, bijvoorbeeld over stikstof, maar ook over andere dossiers, dat dan telkens opnieuw het het eigenbelang, het partijbelang vooropgesteld werd, boven het zoeken naar oplossingen, naar, naar, naar constructieve uh, oplossingen. Het was altijd hoe kunnen wij hier zelf sterker uitkomen in de plaats van hoe kunnen wij hier als regeringsploeg uh, beter ja. uitkomen. Ja, want die zet van Open VLD, zal ik nu maar zeggen, die interne conflicten, ja, dat, dat importeren ze nu ook binnen die, binnen die Vlaamse regering natuurlijk, in een zekere zin. Ja, ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar dat ook minister-president Jan Jan Bon zich hier niet straffer over mm. uitspreekt, want zijn eigen ja, regering... Ja, op... heel erg op de van ik bedank Bart Somers ja. en ik heet Gwendolin Rutte van harte welkom. Ja. Misschien gaan ze zich de dag nog beklagen dat ze Gwendolin Rutte hebben ontvangen, want een taaie tante, zeker als het over stikstof gaat. Ik zou wel eens een vlieg willen zijn tijdens die ministerraden, denk ik. Dan. Ik weet niet of het een taaie tante gaat zijn. Ik denk dat we hebben kunnen vaststellen dat ze de ruggengraat van elastiek heeft. En dus ook wat stikstof betreft zal ze maar waarschijnlijk daar ze zorgen dat ze de red kan uitdoen dat ze zeven maanden lang nog minister kan mm -hmm. worden en dat ze niet te veel weerstand zal bieden tegen heel het stikstofgebeuren. Herinner u trouwens dat haar eigen fractie, de Open VLD, samen met NVA hier al een stikstofdecreet heeft ingediend in mm het -hmm parlement. Wel, dat betekent voor heel veel boeren in Vlaanderen gewoonweg de doodsteek en daar heeft zij ook haar goedkeuring aan gegeven. Dus ik denk dat de boeren maar ook andere Vlamingen ja. zich absoluut zorgen moeten maken over hoe deze Vlaamse regering met haar burgers omgaat. Dat is juist. Nochtans was zij een van de weinigen die ook vanuit Open VLD ook wel kritiek durfde te uiten op het beleid van de regering en wat ze daar dan afgesproken. Dat ja, klopt toch? Weliswaar zeer laat want het eerste uh, stikstofakkoord heeft ze met applaus onthaald hier in het Vlaams parlement. Maar toen ze vast stelde dat ook in haar achtertuin in Aarschot uh, blijkbaar problemen Averbode, zaten bij de abdij yes. van Averbode. Toen is ze wakker mm. geschoten en plots uh, de kant van de boeren gaan kiezen. Alweer een heel goed ja. voorbeeld van opportunisme blijkbaar, ja. de drijfveer van gewenstelenroute. Dus, uh... Na Bart Somers, u hebt ook niet veel vertrouwen in Gwendoline Rutte. Oh, absoluut vrees ik. niet. Zij wil zogezegd impact hebben. Wel, ik denk de enige impact waar Gwendoline Rutte in geïnteresseerd is, is de impact van het ministerschap op haar bankrekening. Okay. Ja, als ik u zo hoor, dan. Uh, ja, de gebraden kippen vliegen nu bijna in de mond als oppositiepartij. U hoeft niet veel meer te doen. Laat OpenVLD maar rustig voortboeren. En we zien wel wat er gebeurt. Bedankt voor het gesprek, Christians. Graag gedaan.